Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie een ijsrecept laten zien. Met deze smoothies ga ik straks mijn vormpjes vullen. Ik heb hier appel, aardbei, kersensmaak. De andere heeft sinaasappel, mango en wortelsmaak. En dat gaat dus in deze vormpjes. Daarmee kun je zeg maar, het ijs gewoon naar boven duwen als je het gaat eten. En deze vormpjes heb ik gekocht via Amazon. Het is gemaakt van siliconen en er zit een dekseltje op. Dus zo sluit je het af als je je ijs in de vriezer legt. Eerst even de smoothies goed schudden. En dan giet ik hem gewoon erin. Ik hou wel wat ruimte over, omdat er natuurlijk een dekseltje op moet. Anders overstroomt de boel en dat willen we niet. Want als je hem ondersteboven houdt, loopt er niks uit. Dat is wel heel fijn om te weten voordat je hele vriezer straks toch opeens onder zit. De tweede vul ik ook met de rode smoothie en de andere twee doe ik dan met... Ik wissel hier de doppen even van. En dan heb ik de. Oh, er zit iets te veel in. Maar dan heb ik dus de gele doppen op de gele oranje smoothies. Dan is het goed te herkennen. Kom je niet voor vreemde verrassingen te staan als je gaat eten. En hier zit net iets te veel in, denk ik. Maar dat komt wel goed. Dus die met het gele dopje erop, daarin zit een oranje smoothie. Ook hier heb ik net weer iets te veel in gedaan, denk ik. Misschien als ik het een beetje heen en weer beweeg of zo, dan blijft hij goed zitten. Deze doe ik in de vriezer, zo'n 4 à 5 uur. Ik vind het zelf het makkelijkst als ik ze gewoon een hele nacht erin laat zitten, want dan hoef je niet ongeduldig te wachten. En ja, deze zijn nu al uit de vriezer gekomen. Ik heb ze iets laten ontdooien onder de warme kraan gehouden, zodat ik ze makkelijker zo eruit kan duwen en aan jullie kan laten zien. Dit is de oranje smoothie geworden. Je ziet hier zo zeg maar ook de vorm van het deksel dat op het ijsvormpje heeft gezeten. Die doet het erin. En je kan hem zeg maar, als je geen trek meer hebt, wat vrij apart zou zijn, want kom op, het is ijs. Dan kun je het dekseltje gewoon weer erop doen en later verder eten. En ja, deze ziet er natuurlijk ook gewoon heel goed uit. Kan ook weer gesloten worden. Het ruikt ook nog heel erg naar de vruchten in de smoothies. En dit is de andere oranje. Het ziet er super lekker uit. Ik ga het straks nog proeven. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Misschien ga je het zelf uitproberen. Laat me dat dan weten door een reactie achter te laten. En ja... Ik hoop natuurlijk ook dat je deze video een duim omhoog geeft als je hem leuk hebt gevonden. En vergeet niet je te abonneren op dit kanaal. Als je je abonneert op dit kanaal, zie ik je in de volgende video weer. Dus hopelijk tot dan en dag!